Ik heb zojuist in de krant gelezen dat de dierentuin een nieuwe Afrikaanse faciliteit heeft geopend. Willen jullie erheen gaan? Ja, woehoe! Oh ja, kom, laten we eens gaan kijken. Het is best wel druk. Ik ga alvast in de rij staan. Papa, laten we de auto nemen, alstublieft. Ben je daar niet te oud voor? Nee, high school. Oké, goed. Een familiekaart alsjeblieft. Alsjeblieft. En dan is dit nog een plattegrond van de dierentuin. Bedankt. Haha, dit is grappig. Maar mag ik later ook met jou meerijden? We zullen later omwisselen. Kijk eens hier. Oh, een neushoorn met een babyneushoorn. Dat ziet er mooi uit. De kleine is schattig. Waar gaan we nu heen? Wel, we wilden het nieuwe Afrikaanse gebied zien. Ze gaan deze morgen de dieren voederen. Oké, dat is goed. We moeten deze kant op. Dan komen we ook nog langs het regenwoudgebied. Is dit de regenwoud? Ja. En de auto moet buiten blijven. Ik ben benieuwd. Oeh, het is hier warm. Een schildpad, wat schattig. Oh, leuk. Mama, ziet het er ook zo uit in het regenwoud? Ja, de planten zijn hier net zoals die van het regenwoud. Zijn chimpansees, kijk! Ze zijn mooi! Kijk, hij komt naar mij toe. Hallo! En de andere hangt een lui bij. Kom eens hierheen. Hier is een moederaap met een baby. Ah, dat is schattig. Nu komt er een dierenverzorgster binnen. Hey Kira, kijk eens. Ik geef je vandaag wat extra bananen. Als een versgebakken moeder moet je heel goed eten. Zo, ik kom vanmiddag weer bij je langs. Tot later! Hier zijn de leeuwen. Ze liggen lui onder de boom, behalve de jongen. Ja, de kinderen willen altijd spelen. We zouden hier een pauze kunnen nemen en eventjes wat eten. Oh ja, het zijn hamburgers hier. Hé, hey, mijn pet! Stop! Zo, volgens mij hebben we alles. Eet smakelijk allemaal. Papa, kijk daar! Wat? Hey, wat is dat? Mijn lunch! Oh nee! We hebben hier een loskomende aap bij het eetkraam. Ja, klopt. Bij het Afrikaanse gebied. Oh, kijk daarboven. Oh jee, een aap! Oh! Maxi, kom naar beneden. Alsjeblieft, de pet. Bedankt. Maxi, niet de pet. Jij moet nu hierheen komen. Ja, dat is braaf. Kom maar naar beneden. Dat is een stout klein aapje. Ja, kijk, nu springt hij over het hek. Haha, hij wil de kleine olifant bezoeken. Kom, laten we gaan. Ze vangen de aap op een of andere manier toch wel. De zebra's zijn ook heel mooi. Ja, maar laten we eens in het huisje gaan kijken, Lena. Dit is een rangerstation, net zoals in Afrika. Wat is een rangerstation?
Hier werken en observeren de boswachten de dieren in het nationale park en zorgen voor hun als ze gewond zijn. Je hebt bijvoorbeeld zulke radio's. Zijn ze echt? Nee, deze hier zijn niet echt. En daar is de koffer van de dierenarts. En hier zijn verschillende kaarten van Afrika. Ze hebben het prachtig ontworpen. Alles is echt. Mama, de aap. Kom, snel eruit en dan sluiten we de deuren en ramen. Oeh, snel het raam dicht. Zo, we hebben hem nu opgesloten. Je moet er goed tegenaan duwen, want anders komt hij er zo uit. Ja, dat weet ik. Daar zijn de dierenverzorgers. Kom, laten we het snel aan ze vertellen. Oh jee. Wat een rotzooi. Ik weet niet of het een goed idee was om hem daarop te sluiten. We hebben de aap in de rangerstation opgesloten. Kom, snel. Dat is geweldig. Oh my. Wat heb je gedaan? Zo, nu is het wel genoeg geweest met je avontuur, Maxie. Nu breng ik je terug naar je familie. Dat was spannend in de dierentuin. Ja, willen jullie er nog een keertje heen gaan? Ja! Misschien met de nieuwe opening van het aquarium. Dat is binnenkort, toch? Ja, dat zou geweldig zijn. Lieve kinderen en lieve Playmobil-kijkers. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, dan zien wij graag de duimpjes omhoog. En als je zin hebt in meer, dan kan je hierop klikken voor meer video van ons. De familie Huizer. Doeg!